De Alzou stroomt eerst kalmpjes en stort zich dan in een canyon onderaan een 120 meter hoge rots, waar als door een wonder een stad tegenaan gebouwd is. Dit meesterwerk was een gewaagde onderneming van moedige pelgrims. Er was moed en geloof voor nodig om tegen een verticale wand een stad te bouwen. Maar Rocamadour kon niet anders dan hier gebouwd worden, op een uitzonderlijke plek die het bestaan van God bewees. De huizen op de beekjes, de kerken op de huizen, de rotsen op de kerken, het kasteel op de rotsen. De tekst van dit dansliedje geeft goed weer hoe het pelgrimsoord Rocamadour tegen de steile dalwand van het riviertje de Alzou is gebouwd. Onderaan de huizen, daarboven de zeven kerken en kapellen, vervolgens de rotsen van kalksteen en helemaal bovenaan het kasteel. Maar men begon met de bouw zoals dat in de middeleeuwen gewoon was. Helemaal bovenaan, op het plateau, het kasteel met een vrij uitzicht. Op de eerste stabiele etage van de rots, de kerk. En daaronder, op de tweede etage, het dorp, vlak bij de rivier. De benedenstad, Le Bourg, bestaat uit slechts één lange straat, de Rue de la Couronnerie. Zowel in het oosten als in het westen sluiten steeds twee poorten de weg af. Deze poorten zorgden voor enige bescherming. Deze versterkingen waren nodig om het dorp en de heiligdommen te beschermen tegen plunderingen. Overigens vaak zonder resultaat. De trap naar de cité religieuse heette Escalier des Pèlerins. In de loop van de tijd zijn de kalkstenen traptreden uitgesleten, met als gevolg dat er overal fossielen tevoorschijn zijn gekomen. In de 13e eeuw verdrongen zich op sommige dagen meer dan 30.000 pelgrims voor de stadspoorten van Rocamadour. Onder hen waren ook pelgrims die op weg waren naar Santiago de Compostela in Spanje. Met kettingen om hun nek, als teken van boetedoening, beklommen zij op hun knieën de 216 traptreden. Tijdens de klim omhoog passeren we het oude paleis van de bisschoppen van Tulle. Het paleis met zijn talrijke ramen werd in de 19e eeuw geheel gerestaureerd. Het voormalige paleis is nu een museum. Een tunnel onder de basiliek door leidt naar het Parvis, het plein der heiligdommen. Rondom het Parvis liggen de zeven kerken en kapellen. Het opvallendste gebouw is de 12e eeuwse basiliek Saint-Sauveur. Een gebouw met zowel Romaanse als gotische invloeden. Het is de grootste kerk van Rocamadour. Tot in de 19e eeuw mochten de pelgrims hier gratis de nacht doorbrengen. Een wandelpad slingert zich tegen de rotswand op naar het 14e eeuwse kasteel op het kalkstenen plateau. Het wandelpad is een Via Dolorosa, de kruisweg van Christus. Het herdenkt de lijdensweg van Jezus vanaf zijn veroordeling tot aan zijn dood.
Het kasteel had op taak om de heiligdommen tegen plunderaars te verdedigen. Een bijna 200 meter lange verdedigingsmuur, de rampaar, beschermde de rand van de kloof. Het uitzichtspunt ten slotte biedt een fraai panorama op de Weidse omgeving.